ja, de Lamborghini Urus. En dan binnenkort gaat het 100ste exemplaar op Nederlands kenteken. Ja, een ongekend verkoopsucces voor Lamborghini. Het is op dit moment de op één na best verkochte Lamborghini uit de geschiedenis van het Italiaanse sportwagenmerk. En daar hebben we het over sinds 1963. Ja, en dan met 100 exemplaren is het ook nog eens een keertje de meest voorkomende Lamborghini op Nederlands grondgebied. Ja, en dan kun je misschien denken van 100 stuks. Ja, als mijn buurman er ook maar niet één koopt, dan wil ik wel zorgen dat ik een unieke, een bijzondere, ja, opvallende auto heb. En dan heb je hem hier in een gele kleurstelling. En dan kun je bij Lamborghini zelf, kun je bijvoorbeeld deze Y-vormige logo's, deze vork, die kun je dan in geel bestellen. En je kunt ook kiezen voor afwijkende kleur op de remklauwen. Natuurlijk die wielen, maatje groter, maatje kleiner. Of natuurlijk gespoten, of natuurlijk in die lichtmetaal kleur. Hier, die Italiaanse tricolore, zwarte buitenspiegelkappen. Nou, je kunt hem aanpassen zoals jij dat wil. Alleen in eerste instantie is dat voor die Lamborghini Urus zeer beperkt. En waarom? Ja, ik heb het antwoord al gegeven. Het is een uitermate succesvol model. En de vraag naar die auto die was dermate groot dat Lamborghini ervoor heeft gekozen om in eerste instantie zoveel mogelijk exemplaren van die Urus de weg op te duwen naar die klanten toe die allemaal in de rij stonden om hun sleutels op te halen. In plaats van dat ze dan ook dat het Personam leveringsprogramma oprichten en dat je dan je unieke kleur kan bestellen waarvoor die auto door een speciale lakstraat moet. Ja, dat dachten ze van, dat moeten we niet doen, want dat remt die hele boel af. Ja, Lamborghini liet in eerste instantie ook hun kopers een contract tekenen dat ze die auto niet binnen 6 maanden mochten doorverkopen met winst. Ja, want de vraag was natuurlijk heel groot. Maar stel je voor dat je nou in een buurt woont met gefortuneerde buurmannen. Ja, dan denk je dan, ja, straks koopt mijn buurman misschien ook al zo'n Urus. En heb ik natuurlijk geen onderscheidende auto meer in het straatbeeld dat gevuld wordt door misschien wel een Bentayga, een Cullinan of een, ja, noem het op, Porsche Cayenne Coupé. Ja, maar er is een oplossing voor natuurlijk, hè? Er is natuurlijk een oplossing voor. Want dan ga je gewoon eventjes de grens over en dan zit een bedrijf en heet Mensori en die maakt er dan dit van. Ja, als je nu geen onderscheidende auto hebt, dan weet ik het niet meer. Dan weet ik het niet. Moet je kijken, die neus. Vergelijk hem even met het origineel. En dan is zo'n ruige, stoere Urus als eigenlijk opeens een hele tamme auto. Weliswaar in een opvallende kleur zoals hier staat, in die gele kleur. Maar let even op dit monster. De Venatus, heet die. Ja, als we het even lekker op zijn Brabants uitspreken. Maar wat een apparaat is het, hè? Ja, ja. Lamborghini logo hebben ze maar vervangen door een Mensori plaatje. Maar voor de rest, ja, hij is opnieuw naar de tekentafel gegaan. Je hebt weliswaar hier onderin heb je die vork-symbolen zitten die zo kenmerkend zijn voor Lamborghini. Die je overigens ook terugziet in de lichtunits van bijvoorbeeld een Aventador of van een Huracan. Maar je ziet hier ook die structuur zitten in diezelfde, ja, vorm. En hier zit hij dan bij de Urus onderin als dagrijverlichting. Maar wat hebben ze dan bij Mensori allemaal gedaan om die auto zo'n bijzonder, opmerkelijk, opvallend karakter te geven? Nou, kijk eens even naar heel die neus. Die is, wat ik al zei, is hertekend. Maar ja, daarin heeft zo'n bedrijf niet alle vrijheid. Want je moet rekening houden met heel veel elementen die affabriek in die auto zitten. Kijk, hier hebben ze weliswaar die luchtroostertjes zitten. Die zitten op het origineel. Zitten ze niet? Deze neus is veel puntiger. Dat kan, want zij hoeven geen rekening te houden met voetgang en veiligheid. Dan moet zo'n Lamborghini voor een wereldwijde typegoedkeuring, moet dat dan weer wel rekening mee houden. En dan zie je hier dat oog zitten die al die veiligheidssystemen in de gaten houdt en aanstuurt. Nou, dat is een vaste plek voor die auto. Daar zit technologie. Daar moeten ze aan vasthouden. Datzelfde geldt voor die luchtroosters. Want die motor die daarin ligt, hè, die V8 motor, moet natuurlijk wel van de nodige ademhaling worden voorzien. Dus daar kun je niet zomaar eventjes snel wijzigen. En natuurlijk, wat veel belangrijker is, die bumper tegenwoordig is niet alleen maar, zeg maar, een stootkussen voor andere weggebruikers. Nee, het is eigenlijk ook een camouflagedek voor
systemen die hier meteen achter zitten. Zoals bijvoorbeeld een lane departure warning system, een adaptieve cruise control. Die technologie zit zo ver mogelijk voor in die auto, want die heb je gewoon nodig. En vandaar dat deze auto, ze zeggen ook bij Mansory, hè, je kunt die auto af fabriek bestellen en dan zeg je gewoon op de lijst van dat wil ik allemaal hebben. Bouw hem voor mij, kom ik hem gewoon ophalen als die klaar is. Maar je kunt ook zeggen, ik heb al een Lamborghini Urus, ik wil die auto ombouwen. Naar zo'n creatie, dan kun je je auto daar naartoe sturen. Je kunt het ook zelf doen, dat vragen ze allemaal. En dan moet je wel even een paar punten goed in de gaten houden. Bijvoorbeeld, je ziet hier heel mooi dat verschil. Hier zie je dat kapje voor die koplampsproeiers. Ja, en als je dan naar die gele kijkt, dan zie je dat die gele zin niet heeft. Dat is toch wel even een detail. Als je dat vergeet aan te vinken, krijg je er straks een frontpartij dat gewoon helemaal is afgedekt. En datzelfde geldt voor die technologie die hierachter zit. Ja, hierachter zit. Vandaar dat deze versie niet die wing, ringwings noemen ze het. Ringwings heeft van die kleine flapjes die dan de wind geleiden naar buiten toe. Zodat die aan de zijkant wordt afgevoerd iets rapper. En dus meer lucht geeft aan de wielen om daar die warmte uit te trekken. Ja, dit is van carbon fiber vervaardigd. Hier zie je al visueel carbon. Hier zit een laklaag overheen. Je kunt er ook voor kiezen om heel die auto, heel die neus gewoon uit te laten voeren in dat naakt carbon. Ja, het is maar net wat jij wil. Wil je een laklaag eroverheen of wil jij gewoon dat die dat blank carbon heeft? Een element zoals jij dat kan bepalen. Motorkap, ook natuurlijk hè, van de hand van Mansory. Specifiek voor deze auto dus getekend. Extra luchtuitstroomopeningen. Hier gaat de lucht erin, hier komt die eruit. Extra luchtuitstroomopeningen in die carbon fiber motorkap. Wat ik al zei, die kun je laten voorzien van een laklaag. Maar je kunt er ook voor kiezen om die lekker in dat naakt carbon uit te voeren. Wat een imponerende neus. Hè? En let dan even op die wielen. Ja, bizar. 24 inch groot. Knoeperts van wielen met die mooie Vredestein wielen erop. Of banden moet ik zeggen. Giugiaro design. Die specifiek door dat Italiaanse bedrijf worden ontworpen. Rode remklauw in dit geval. Dorpelverbreders eronder. Met dat carbon rode bies. Zoals de klant het wil uiteraard. Die rode bies ook nog eens een keertje. Over die knoeperts van wielen. Met die opzetstukken hier in zwart uitgevoerd. En als je dan kijkt naar het voorscherm. Ook weer hier van die extra luchtuitstroomopening. Ja, niet even zomaar een opzetstukje. Nee, gewoon dwars door dat paneel heen. Echte open roosters hierin. Ja, open roosters. Als je dan kijkt naar al het plaatwerk van die auto, dan zijn eigenlijk alleen die deuren plus het dak is uitwisselbaar met een originele Urus zoals die in San Dakota Bolognese de fabriek verlaat. En de rest wordt allemaal aangepast, wordt allemaal eraf gehaald. En dan heb je het over een prijs van zo'n pakket van 130.000 euro, exclusief belastingen. 130.000 euro. Ja, dat komt dan nog eens een keertje bovenop de prijs van zo'n Urus. De goedkoopste Urus die ze hebben afgeleverd in Nederland, 277.000 euro op Nederlands kenteken. De duurste op dit moment 400.000 euro. Deze auto heeft een nieuw prijs die er gewoon ver overheen gaat. Niet dit exemplaar, want deze klant heeft ervoor gekozen om het interieur origineel te laten. Laat ik zo even zien. Maar je kunt tot in het extreme, en dan staat er gewoon een gebruikte auto bij Mansory zelf, voor op Duits kenteken, ja, bijna 6 ton. Gewoon krankzinnig. En dan heb je hier die achterzijde. Hè? Ja, we moeten zeggen dat deze nog beschaafd is. Want er kan nog een stapje hoger. Hier heb je die performance wing die je nog kan bestellen. Staat op twee pootjes. En een enorme knoepert van een tafelblad. Met aan de zijkant natuurlijk die side wings. Die subtiele achterspoiler. Rode bies trouwens, mooi. Het zijn allemaal details. Hè? Maar wel mooi dat in de carbon dat rode biesje zit verwerkt. Hier ook weer zichtbaar carbon. En laat dan even op die bumper. Hè? Ja, bumper. Ja, het is officieel is het een bumper, maar het is gewoon één groot carbon fiber deel. Met die diffuser. Let even op dat uitlaatsysteem. Die drie elementen hier in die V-vorm. Ongekend, hè? Nu zijn er in Nederland Urussen met een trekhaak. En dan denk je van, oké, helaas pindakaas. Is dat onderste gat dan voor die, ja,
voor die trekhaak? Nee, daarvoor heeft Mansory ook een oplossing. En dan moet je dus op diezelfde prijslijst, op het moment dat jij dat bestelformulier, kan beter zeggen, dat gaat aanvinken, moet je ook even zeggen van ja, ik heb wel een trekhaak. En wat doet Mansory dan? Dan verplaatsen ze de uitlaat eindstukken 2 stuks rechts, 2 stuks links, in plaats van centraal hier in die ja, diffuser van carbon fiber. En hoe ziet dan het origineel eruit? Ja, in het verlengde van die Mansory staat hier dan die originele Urus met hier die uitlaat eindstukken. Ja, op zo'n Mansory uitlaatsysteem is natuurlijk niet fabrieksorigineel als je dat wil. Sportuitlaat eronder. Ja, hoe dat klinkt, laten we je zo dadelijk even horen. Kijk eens, wat een verschil in kont, hè? Maar ook hier weer, hè? Als je goed kijkt, dan zie je dat de lijnen hetzelfde zijn gebleven. Daar hebben ze weinig aandacht aan besteed. Omdat je daar ook weer met technologie zit die in die auto zit. Haal je iets eruit, is heel je auto van slag. Daar kun je niet zomaar aan gaan sleutelen. Nou, zo even het interieur laten zien van die Mansory. Ja, deze is heel beschaafd. Deze heel, ja, zeg maar, beschaafd. Mooi, eenvoudig is het verkeerde woord. Dat woord wil ik juist ombreken of ontwijken. Maar kijk even wat je nou bij Mansory kan doen. Dat is een stapje verder. Ik ga de kassen natuurlijk ook weer rinkelen daar. Als je nou ziet wat alles wat zwart is, dat zou je bijvoorbeeld in die gele kleur van die auto hiernaast kunnen laten uitvoeren. Of in blauw. Een blauwe stuurwiel, blauwe stoelen, blauwe matten set. Nou, in dit geval heb je dan wel die dorpellijsten van Mansory Carbon Fiber uitgevoerd. Die tweedelige set aan beide kanten. Nou, dat is dan een klein detail om toch aan te geven dat dit een Mansory is. Een originele Mansory. Maar je kunt bij die andere auto, als je die stap zet richting dat interieur aankleding, dan kun je extreem gaan. Hier heb je een panoramadak dat af fabriek wordt geleverd door Lamborghini. Maar in het geval van Mansory kun je er kiezen voor een, ja, een verlichte hemel, oftewel een sterrenhemel. Ja, en zo kun je gewoon helemaal je gang gaan. Ja, eigenlijk je portemonnee en je black card, creditcard, kun je daar gewoon op stuk slaan. Zullen we even de motor kijken? Het is nog steeds die V8 motor. 4 liter groot slagvolume. Standaard in de gele auto 650 paardenkrachten. Maar deze motor is gekieteld. Moet ik even snel zoeken hoe ze dat systeem hebben gedaan. Ah, dat was het. Als je zoveel motorkappen opent altijd, dan weet je het op een gegeven moment niet meer precies waar het zit. Kijk, hier staat Mansory op. Motorhaube, mooi woord. Lamborghini Urus 2018. Je ziet hier de structuren van dat carbon fiber er nadrukkelijk doorheen komen. Mooi, hè? Dit is alleen al een kunstwerk op zich. Maar dat is juist de onderkant van de motorkap. En dan zie je hier Abt Power V8 turbocompressor. Abt Power. Dus deze motor is getiteld door de heren uit Duitsland. Die bekende Audi fabrieksteam. Is het niet echt, maar het is het team dat met Audi's raced. Een grote klant is van Volkswagen. En dankzij Volkswagen ook weer bij Lamborghini komt. En dat betekent dus dat, afhankelijk van de specificatie die je kiest voor die motor, dat je fabrieksgarantie behouden blijft. Is wel zo dat je dan wel even met Abt contact moet opnemen als er een motorisch probleem is. Want dan gaat Abt dat met Lamborghini kortsluiten. In plaats van dat jij daar bij de Lamborghini dealer staat en roept van ik heb een probleem met mijn motor. Want officieel is hij niet origineel meer, maar Abt die neemt het dan over. En wat kun je dan voor die motor, wat kun je ermee doen? Behalve gas geven. 650 pk standaard, hè, zei ik al. Deze motor die kan tot bijna 710 paardenkrachten. Je kunt er ook nog voor kiezen voor 745 paardenkrachten. Ander motormanagement erin. Computer, software aanpassen. Maar je kunt ook even de full options nemen. En dan nemen ze hem even onder handen. En dan heb je 820 paardenkrachten op die 4 aangedreven wielen. Ja, ik denk dat er niet heel veel mensen zijn die deze auto, ik zal hem even voorzichtig sluiten. Even kijken wat de bevestiging zit. Carbon fiber uiteraard. Die deze auto zo zouden samenstellen.
En dan nog, dit is een kwestie van smaak. Of het nou de jouw is of juist niet. Iedereen heeft zijn eigen smaak. En dat moet je gewoon lekker waarderen. Maar dan nog is het dat binnen Mansory kun je die auto weer net even weer andere gradaties geven. Waardoor je toch weer een unieke auto creëert. Ja, ik weet zeker dat we van deze auto geen 100 exemplaren op Nederlands kenteken zullen zien. Maar ja, dat er in ieder geval al minimaal 1 is, dat is deze. Ja, dat is toch wel voor de autoliefhebbers toch ook wel fantastisch, hè? Maar welke zou jij dan kiezen? Die witte of de gele?